Goedendag en welkom bij de video waarin ik laat zien hoe de webinterface van het JSON Datasource werkt. Tijdens deze video zal ik de volgende punten doornemen. Ik zal laten zien hoe je kan inloggen en hoe je de data kan beheren. Ik zal laten zien hoe je de interface helemaal kan aanpassen naar wens en hoe je bijvoorbeeld snel artikelen kan aanmaken. Verder zal ik laten zien hoe je een hiërarchie kan aanmaken en hoe een hiërarchie eruit ziet, hoe je artikelen kan wijzigen, en hoe je artikelen kan beëindigen, zowel een tijdelijke beëindiging als een definitieve beëindiging. En als laatst zal ik nog laten zien hoe je snel kan werken met Excel. Op de website van de JSON Datasource kan je inloggen met je e-mailadres en wachtwoord. Verder zie je hier nog een aantal links naar bijvoorbeeld verschillende video's of de informatie over de release en de contactinformatie van onze Customer Support afdeling. Wanneer je voor één GLN werkzaam bent, zal je direct in het artikeloverzicht terechtkomen. Wanneer je voor meerdere GLN's werkzaam bent, dan kan je hier kiezen voor welke GLN je op dit moment wilt inloggen. Zodra je bent ingelogd, kan je dan hier via account en wissel van bedrijf ook weer wisselen van GLN waar je op dat moment voor wilt inloggen. U heeft hier rechtsbovenin ook de mogelijkheid om te kiezen voor de taal, Nederlands of Engels. In het artikeloverzicht zie je alle artikelen terug die in het verleden zijn aangemaakt. En hier zie je verschillende kolommen met informatie staan. Je ziet hier bijvoorbeeld de JIT-in staan, de merknaam, de doelmarkt en de korte omschrijving. En deze kan je helemaal naar wens inrichten. Dus als je bijvoorbeeld de controlelijst vooraan wilt hebben, dan kan je op deze manier de kolommen wisselen van plaats. Aan de rechterkant via weergave aanpassen kan je ook nog kolommen toevoegen of verwijderen. Stel dat je bijvoorbeeld de controlelijst niet wilt zien, maar je wilt wel intern artikel-ID zien, dan kan je op deze manier de kolom toevoegen. Daarnaast heb je ook nog de mogelijkheid om te filteren in de artikelen. Via geavanceerd filter zijn er verschillende filtermogelijkheden. Je kan hier bovenin ook nog zoveel filters toevoegen of verwijderen als dat je wilt. Kan bijvoorbeeld is artikel een consumenteenheid, fout code, fout soort, sector, media, kan je toevoegen. En in totaal kan je 10 filters tegelijkertijd gebruiken. Als je bijvoorbeeld alleen de artikelen in wilt zien die aan Doelmarkt Nederland gepubliceerd zijn, dan kan je hier kiezen voor Nederland en filter toepassen. En dan krijg je vervolgens een overzicht te zien van alle artikelen die aan de Nederlandse doelmarkt gepubliceerd zijn. Dan zal ik nu laten zien hoe je snel artikelen kan aanmaken. Via de optie Nieuw artikel kan je altijd een nieuw leeg artikel aanmaken. Maar we hebben ook verschillende mogelijkheden om sneller artikelen aan te maken. Zo kan je bijvoorbeeld kiezen voor Nieuw artikel van schabloon. En dat houdt in dat je een bestaande schabloon kan gebruiken en dat alle velden die je in die schabloon standaard al ingevuld hebt, ook standaard voor dit artikel ingevuld worden. En als laatst heb je nog de mogelijkheid om te kiezen voor kopieer artikel. Daarvoor moet je eerst in JIT-in selecteren en vervolgens kan je hier kiezen voor kopieer artikel. Dan zal het artikel gekopieerd worden en dan kun je alle velden die voor dit artikel anders zijn later nog aanpassen. Verder is het ook nog mogelijk om een artikel aan te maken voor een andere doelmarkt. Als je bijvoorbeeld een artikel aangemaakt hebt voor Doelmarkt Nederland en je wilt die ook naar Duitsland publiceren, dan klik je hier op de JIT-in om het artikel te openen. En vervolgens ga je naar doelmarkt en handelspartnerversies. Kies je voor voeg doelmarkt toe. Geef je hier aan om welke doelmarkt het gaat. Dus bijvoorbeeld Duitsland. Je klikt rechts onderin op volgende. Je geeft aan dat je de artikel wilt kopiëren met gegevens van Doelmarkt Nederland. En vervolgens klik je op opslaan. Je ziet dat het artikel nu is aangemaakt voor een andere doelmarkt. En vervolgens zorg je via de controlelijst dat je de velden aanpast die voor een bepaalde doelmarkt anders zijn dan voor Doelmarkt Nederland. Dan zal ik nu laten zien hoe je een hiërarchie kan aanmaken. Je kan een hiërarchie aanmaken door bijvoorbeeld een bestaande basiseenheid te openen en daar een omdoos aan te koppelen. Je opent de JIT-in door erop te klikken.
en je klikt op voeg toe aan de verpakking en je kiest voor nieuwe verpakking of verpakking van schabloon. In dit geval zal ik laten zien hoe het werkt met een nieuwe verpakking. Je voert alle verplichte velden in, dus de JIT in. Je geeft aan dat het een omdoos betreft. Indicatie basiseenheid en indicatie consumenteenheid zet je op niet waar. En bij wie ontvangt deze artikelen geef je aan of je het artikel naar één of meerdere ontvangers wilt publiceren. Of dat je het artikel naar één bepaalde dataontvanger wilt publiceren. De laatste optie gebruik je bijvoorbeeld voor een private label artikel. En mocht het een artikel zijn wat je in één keer naar meerdere dataontvangers wilt publiceren, dan kies je voor één of meerdere ontvangers. Vervolgens klik je op volgende en geef je aan hoeveel basiseenheden er in de omdoos zitten. Dus bijvoorbeeld 5. Hierna klik je op volgende. Je controleert of alle gegevens die je net hebt ingevoerd kloppen. En daarna klik je op artikel maken. Je komt nu in het artikel terecht en dan zie je dat er nog een aantal fouten in het artikel zitten. Die zie je aan de rechterkant via een controlelijst. Alle foutmeldingen moeten opgelost worden voordat je een artikel kunt publiceren. En waarschuwingen dienen nagekeken te worden. Mocht het niet aangepast hoeven te worden, dan kan je het artikel alsnog publiceren als er een waarschuwing in zit. Wel is het belangrijk om altijd goed te kijken of de waarschuwing wel of niet klopt. Je kan ook hier via de linkerkant zie je dat hier nog een fout in het artikel zit, doordat het rood wordt aangegeven. En dan kun je hier de velden invullen. Of je kan via deze kant op een veld klikken en dan word je er vanzelf naartoe geleid. Ik zal deze data even fictief invullen. En dan zie je dat er nu geen fouten meer in het artikel zitten. Hier rechtsbovenin kan je eventueel ook nog zoeken naar een veld. Stel je wil bijvoorbeeld de netto inhoud invullen, maar je kan het veld niet vinden. Dan kun je hier zoeken op het veld. Je klikt op het veld. Vervolgens word je er naartoe geleid en kan je het veld invullen. Mocht je niet weten wat je bij een bepaald veld in moet vullen, dan kan je hier op de puntjes klikken en vervolgens op help. En dan zie je een uitgebreide uitleg van het veld. Je ziet ook altijd een voorbeeld, een instructie en de GDSM-veldnaam. Wanneer je een veld wilt toevoegen wat nog niet standaard in het datamodel zit, dus die je hier niet kan vinden, dan kan je het veld zelf ook toevoegen. Stel je wilt bijvoorbeeld een veld toevoegen wat met de allergenen te maken heeft, zoals codetype allergeen, kan je het veld aanvinken, kies je voor voeg één attribuut toe of meerdere, vervolgens op opslaan. En dan zal je zien dat het artikel nu is toegevoegd aan het artikel en dat je erop kan klikken en er naartoe geleid wordt. Als je het artikel wilt publiceren, dan dien je het eerst op te slaan. En daarna klik je op publicatie voor vertoning. Er zijn verschillende manieren voor het publiceren. Als je hier klikt op het venster, dan kan je kiezen voor openbare publicatie. Dat betekent dat het artikel naar alle dataontvangers uit een bepaalde doelmarkt gepubliceerd zal worden. Ook kan je kiezen voor een beperkte publicatie. En dan heb je de optie om zelf de dataontvangers in te voeren. Of de optie om een dataontvangergroep aan te maken en bepaalde artikelen steeds naar een groep te sturen. In dit geval zou ik kiezen voor openbaar. Je klikt op opslaan en op publiceren en dan zal het artikel direct naar alle dataontvangers in een bepaalde doelmarkt gepubliceerd worden. Alleen als een dataontvanger een abonnement op jullie GLN heeft aangemaakt, dan zal de data ook daadwerkelijk binnenkomen bij de dataontvanger. Je ziet dat je automatisch weer wordt teruggeleid naar het artikeloverzicht en dat het artikel nu de status gepubliceerd heeft. Als je een gepubliceerd artikel later nog wilt wijzigen, dan kan je dat doen door de JIT weer opnieuw te openen. En dan zie je dat je hier een conceptversie en een verzonden versie hebt. De verzonden versie is de data die op dit moment bekend is bij de dataontvanger. En in de conceptversie kan je een wijziging doorvoeren. Je kan bijvoorbeeld een wijziging doorvoeren in de beschrijving.
in de artikelinformatie dat de productomschrijving wordt een pak van 2 liter. Als je de wijziging hebt gedaan, dan kan je weer opnieuw op opslaan klikken. En daarna klik je op publicatie voor vertoning. Je hoeft dan alleen nog op publiceren te klikken. Als je een artikel wilt beëindigen, dan zijn daar verschillende mogelijkheden voor. Ook hiervoor dien je eerst weer de GTIN te openen door erop te klikken. En ga je naar de conceptversie. Een artikel kan tijdelijk beëindigd worden of definitief beëindigd worden. Een tijdelijke beëindiging is bijvoorbeeld een seizoensartikel wat tijdelijk niet verkrijgbaar is, maar later wel weer terug kan komen. En een definitieve beëindiging is een artikel dat niet meer terug zal komen. Voor beide type beëindigingen zoek je in het veld einddatum beschikbaarheid op. Je klikt vervolgens op het veld zodat jij weer naartoe wordt geleid en je voert de datum in. Belangrijk is dat de datum die je invult altijd minimaal 1 dag in de toekomst moet zijn. Ik zal hem in dit geval 1 dag in de toekomst zetten. En voor een definitieve beëindiging is dit het enige veld wat je hoeft in te vullen. Mocht het om een tijdelijke beëindiging gaan, dan is het belangrijk dat je ook het veld indicator seizoensartikel invult. Dit veld dien je op waar te zetten bij een tijdelijke beëindiging. Dit zorgt ervoor dat de publicatie niet wordt teruggetrokken, maar dat de dataontvanger wel doorkrijgt dat het artikel tijdelijk beëindigd is. Hierna klik je op opslaan. En ook hierbij zorg je weer dat het artikel opnieuw gepubliceerd wordt. Bij een definitieve beëindiging zal de datapool automatisch de publicatie terugtrekken zodra de ingevoerde einddatum is verstreken. Je hoeft het artikel dus niet zelf te depubliceren, dat wordt door de datapool gedaan. Bij een tijdelijke beëindiging zal het artikel nog wel gepubliceerd blijven. Wanneer het artikel weer actief wordt, dan kan je het veld einddatum beschikbaarheid weer leegmaken en opnieuw opslaan en publiceren. En dan weet de dataontvanger dat het artikel weer actief is. Het is daarnaast ook nog mogelijk om een artikel te verwijderen die beëindigd is. Artikel verwijderen kan je doen wanneer een conceptartikel of een artikel met de status beëindigd kan je aanvinken. En vervolgens kan je hier klikken op verwijder. Dan zal ik als laatste nog laten zien hoe je snel kan werken via Excel. Er zijn verschillende manieren om een Excel-export te maken. Je zou bijvoorbeeld een export kunnen maken van een bepaald filter. Als je bijvoorbeeld alle artikelen wilt exporteren die aan de Nederlandse Doelmarkt zijn gepubliceerd, dan kan je filteren op Doelmarkt Nederland. En vervolgens zie je hier rechtsbovenin de mogelijkheid rapporten. Als je hiervoor kiest, zie je dat er 2 verschillende opties zijn. Exporteren naar Excel de complete dataset of de basisdataset. De complete dataset houdt in dat je een export krijgt van alle ingevoerde attributen. En een basisdataset houdt in dat je een gedeelte van de attributen te zien krijgt. Dus bijvoorbeeld de GTIN, de doelmarkt, de GPC-code, de netto-inhoud. Een aantal beschrijvingsvelden, de ingangsdatum en de laatste wijzigingsdatum. Dus de complete dataset krijg je alle ingevoerde attributen te zien. En bij een basisdataset krijg je een gedeelte van de attributen te zien. Daarnaast is het ook nog mogelijk om een aantal artikelen te selecteren en die te exporteren. Stel je wilt bijvoorbeeld deze GTIN exporteren naar Excel. Dan ga je hier naar exporteren. En dan zie je hier staan exporteren naar Excel. Naast exporteren naar Excel is ook exporteren naar XML, PDF en een product sheet voor de retail mogelijk. Wanneer je kiest voor exporteren naar Excel, zijn er weer verschillende mogelijkheden. Je kan ervoor kiezen om zowel de productgegevens als publicatiebeheer te exporteren of alleen publicatiebeheer. Je kan kiezen om alle attributen te selecteren of alleen geselecteerde attributen. Dan kan je aangeven dat je alleen een bepaald aantal attributen wilt exporteren. Hier zie je een voorbeeld van 3 attributen en dan krijg je alleen een export van deze attributen.
Verder kan je nog kiezen voor inclusieve hiërarchieën. Dat houdt in dat als je bijvoorbeeld een handelseenheid exporteert en je wilt ook de basiseenheid exporteren, dat die dan automatisch meekomt. En je kan er nog voor kiezen om inclusief fouten en waarschuwingen te doen. In dit geval kies ik voor alle attributen. Hier rechtsbovenin kan je het bestand openen. En vervolgens zie je dat alle data van een bepaald artikel geëxporteerd is naar Excel. Je ziet hier onderin verschillende tabbladen met informatie. Het eerste tabblad is de informatie over de publicaties. In het tweede tabblad kun je eventuele data-ontvangergroepen terugvinden. En vanaf het derde tabblad zie je alle ingevoerde attributen. Hier zie je in regel 7 zie je de veldnaam en in regel 8 zie je wat er is ingevuld. Hier zie je bijvoorbeeld de code producthiërarchie, dat het een basiseenheid is. Het is een consumenteenheid. En zo zie je op elk tabblad kun je verschillende informatie terugvinden. Zoals hier bijvoorbeeld de allergieinformatie. Mocht je nou artikelen willen wijzigen of toevoegen via Excel, dan kan je dat toevoegen kan je hieronder doen. Dus je kan hier nieuwe details toevoegen en dan zorgen dat alle informatie hetzelfde is ingevoerd als de titel die je hier al ziet, maar je kunt ook bijvoorbeeld een wijziging doorvoeren. Dus stel dat je bijvoorbeeld een allergeen wilt toevoegen of verwijderen, dan zou je dat hier kunnen doen. Als je de wijzigingen hebt doorgevoerd, dan kan je het bestand opslaan en daarna kan je het in het artikeloverzicht via de knop importeren, het bestand weer importeren. Hier kan je het bestand uploaden en hierna kan je nog kiezen of je het wilt opslaan als concept of dat je het onmiddellijk wilt publiceren. En daarna klik je hier rechts onderin op importeren. Bedankt voor het kijken naar deze video. Mocht je nog meer informatie willen ontvangen, neem dan even contact op met onze customer support afdeling via het e-mailadres info@gs1.nl of het telefoonnummer 020 511 3888.